Yo guys, ik heb een koppel smokes en flashes geleerd, dus ik dacht ik zal eens een filmpje maken omdat je zero fucking smokes en flashes kent. En aangezien dat koppel wel maps hebben veel spelen, dus ik hoop met deze filmpje dat we er een iets meer main map van kunnen maken, like dat we smokes kennen op Mirage en like dat we smokes kennen op Dust. Oké, ik zal beginnen met flashbangs, denk ik dat het makkelijkste zal zijn. Ik ga zo wat TNCT doorheen over de flashbangs, want ik weet niet eens in welk dat wil ik eens even. Zat, dat is persoonlijk een van de beste flashbangs in een game, waar is A long te pushen. Je mikt gewoon op deze stuk van die lamp. Central bank. Je landt hier, dat is echt insane flashbang. Werkt altijd, niemand zal ooit dichter als deze te holden. En dan nog zelfs. Werd waarschijnlijk al gecheckt als je op dat point bent anyway, maar alles hier dat is blind, dat is echt amazing flashbang. Je kunt dat opvolgen met dit. Of je kunt, als je niet wilt draaien, kunt je op de hoek van deze smijten. En ik denk dat als je met een rifle dat je een alpjes loopt, dat je snel genoeg bent net voor niet geflasht te zijn. En dat flasht al de mensen hier en zo. Dus dat is pretty good. Maar die flashes zijn niet zo goed als in de eerste flash in ieder geval. Ik had hier ook nog een flashje. Ik ken de meeste mensen wel, al linkerkant van de paal. Een flasht alles hier beneden. Ik ga iets sneller over deze keer, want ik heb juist wel eens gerecord zonder mijn mic in te stellen op Shadowplay. Wat dat blijkbaar wel gereset is, dus ik heb fucking 20 minutes of my life geweest. Maar misschien is het nu korter, zat. Deze hoekje, wit flexje, smaten, perfect pop flash wat te pieken. Die flasht dit, al de things. Hier in het hoekje twee mogelijkheden, veel smaten hier, bounce attack. Flashed out. Vind ik niet zo goed persoonlijk. Omdat die, like, hier deze bijvoorbeeld is niet flashed, zou wel zo'n beetje kunnen kiezen, maar ik smijt liever wat van dat hoekje, ga ik naar hier en dan ga ik een beetje naar boven. En dan popt deze mooi hier. En dan weet ik tenminste dat als ik hier kon pieken, dat alles hier sowieso geflashed is. En met een dia weet ik dat niet direct. Dat weet ik niet. Gelijk dan is zo dat dat er boven is. Misschien ben ik wrong, hè, maar is er hoog genoeg in flashjes als meer, man. Zwart. Dat is ook een heel goede flashbang voor te retaken. Ga hier tegen staan, niet op de regel staan. Zie je beneden staan. We gaan naar deze donker puntje. Dat is vrij easy om te identifieren. En gaan naar boven totdat de textuur van die stenen verandert. Hup, gewoon lossen. Ik kan ook gewoon dat donkere puntje smijten, maar dat is inferior. Want als je hier staat, heb deze flash niet, snapte. Dus die gewoon op dat donkere puntje en dat is die erboven. Als je nu hier staat, flasht dat wel, maar als je een beetje naar achter staat, flasht dat niet. Dus de ene is gewoon flat out beter dan de andere. Deze kent iedereen wel hierover flashen. Je kunt zo wat mikken aan het gat van de deur. Het wil opzien, want die stenen hebben textures, dus je kunt er tegen smijten. Dus met zo'n beetje eerder tegen de muur als tegen de deur smijten of echt op de deur smijten. Die flash is very good. Die flasht hier alles, die flasht long. Dus, ik denk dat iedereen de flashbang wel kent, maar als ik rotate en ik moet retaken, dat is het eerste wat ik doe is hier flashes beginnen pompen like a motherfucker. Nog flashes. Ja, hier twee pop flashes. Dan deze kent iedereen wel denk ik, dat is gewoon zo. Zo pieken. Oh, ja, ik heb verkeerd gedaan. Flashbang. Nou. Dan ben ik er wel naar rechts gesmeten, denk ik. Heel goede flash, omdat hij achter u landt. Hetzelfde hier. Flash heb ik al veel kills mee gehaald. Waar je in het midden zitten. Het telt hier de stenen. Chup chup chup. Hier is ook een donker puntje op de hoek. Dat is nergens anders. Daar identify ik dan. Smet gewoon dat donker puntje. Perfect flashbang land hier. Ik kan langs hier pieken. Dat is gewoon kot hier. En dan een paar T-flashes hier ook denk ik. Hier in het hoekje zitten. Zie je op die steen. Hier is dat donkerder als hier. Je smijt op de rand van dat contrast. Pop. Blind alles daar. Wat hebben we dan nog?
onder de lamp denk ik, ja. En hier gaan we dat hoekje, maar van een beetje rechts daarboven. Die flashbang die blindt alles op site zo. Wat je dan zien is. Want daarboven dat tekstje blindt niet lang, maar blindt genoeg. Dus het is voor je teammates in te flashen wel. Ik denk dat je wel op tijd kunt pieken. Oh, dat is pretty good eigenlijk voor dat pieken zelf even. En dan heb ik er nog eentje, vind ik persoonlijk de beste denk ik. Oh, ja. Ze zijn allemaal hebben een eigen net. Maar het midden van die balken, ook het midden tussen de balken, dus hier. En gewoon smijten, dan kunnen ze er zelf mee pieken. Die flasht hier, dus je ziet wat er allemaal geflasht is, zo naar u kijkt. Ik is het teken van chicken niet geflasht is. Maar, can't have it all. Ik denk dat dat was voor flashes. Ah nee, ik ben het even vergeten. Hier in trappenhuis, of whatever the fuck dat mensen des noemen, stairs, is fijn I guess. Ik ga hier gewoon op de richel staan. En dan zie je dat bordje en dan zie je deze puntje hier. Ik weet niet, ik zie gewoon direct naar een puntje. Ik heb dat bordje niet eens in nodig. Ik smijt gewoon tegen dat puntje. Zie je dat hij land beneden. Dat is echt insane flash. Te pieken voor van alles. Je kunt er ouds mee pieken. Je kunt er hier beneden mee flashen. Nog een optie voor hier beneden te flashen is één hierop. Gewoon left klikken. Die vind ik persoonlijk iets minder. Of je kunt in het midden gaan en dubbel mouse doen, denk ik. Deze. Die popflasht nog altijd die AWPs. Die gaat wel niet zo diep als anders, dus die is niet geflasht. Dat zijn trade-offs. Dus als ze rushen, dan kunnen ze beter gewoon deze doen. Dat is ook sneller. Als je AWP wilt pieken, kunnen ze beter dat doen. Huh. Nu is hij anders gebouwd. Dat is weird. Verkeerd gehoord ofzo. Oké. Flashes doen. Molotovs zijn er maar een paar. Ik dacht ik zal deze ook even uitleggen, want ik zie veel mensen die af en toe failen of zo langs hier smijten, wat dat gewoon retarded is, want je stelt je eigen blot. Eerst eens ga hier staan, niet tegen de muur, maar gewoon hier. Je aimt op wood en je runt en throat. En dan ga je langs de rechterkant gewoon. Ja, je kunt gewoon op de cilinder gooien, weet je, dus met gewoon een salandrie wel. Een goede laadraad is wel niet zo gooien, maar op de rand van het hout gooien. En dan landen die, want in die heb ik zo in het midden gegooid. Slechte gewoonte. Zijn voor de hoek. Gaat er wel in. Zijn goede mollies. Je kunt die shit ongetwijfeld ook mollien. Ik weet niet hoe, maar misschien van een ramp of zo. Maar het is in ieder geval een goede corner wat te kunnen mollien eigenlijk. Pretty straightforward I guess, van die piek er toch niet als je daar zit. Waar heb ik nog mollies? Oh ja, op drop. Die waren nog wel belangrijk voor een soort van drop execute. De eerste is gewoon ga je in de deuropening staan, je moet niet alignen ofzo. Smet in het midden van deze. En die landt mooi hieronder. Alles hier is mooi. Hier, hier. De andere is hier in het hoekje staan. Ik ga altijd in het midden van deze stenen, ik ga een 1,5 à 2 cm naar rechts. Die bounce naar achter. Deze is de moeilijkste van de drie. Je kijkt naar dit puntje. En de onderkant van de lamp. Je lijnt daar een molly mee. Zo. En nu gaan we daar. Als je dus die gooit. Samen met die twee anderen. Dus alles hier gemollied. Dus dat lijkt me een very nice strategy voor te taken. Dit is een flash dat veel pros gebruiken, ik vind hem persoonlijk een shitty flash, maar ik zal het er maar bij zitten. Je lijnt hier in het midden ongeveer, je ziet dat gat, je smet niet in het midden van dat gat, maar gewoon naar rechts. Gewoon lossen. Die bounce hier tegen, lijkt dan niet omdat mensen vaak aan die paal spelen. Ze is lossen, maar ze ziet het nadeel wel. Maar het is nog wel een goede flash om een teammate in te flashen eigenlijk. Die zien ze minder aankomen en die horen ze ook niet. Wat ik normaal doe is deze flashbang. Ga hier gewoon tegen de muur staan en je schiet gewoon een stuk van een tegel. De flash is pretty much perfect. Je kunt je nog meer instant laten doen door zo heb ik me naar rechts te smijten en bounce tegen die planken. Oh. Dan is je nog iets sneller denk ik. Dat is het moment dat ze je zien en dat ze een explode.